10.000 euro per maand. Hier is een zak geld, je moet niks doen, ook maar ruzie over Brussel Halle-Vilvoorde. Maar het moment dat het fout loopt, dat er een ramp is, dat ons vliegtuig neerstort, dan verwacht ik dat jullie exact weten wat dat jullie moeten doen. Dames en heren, dit jaar was een rampjaar voor de politici. Dit jaar is ons vliegtuig neergestort. En we zaten allemaal samen als volk, samen met die politici, ik ook met mijn dochter, in een vliegtuig dat aan het neerstorten was. En dat vliegtuig stort in en wij allemaal in paniek en ik: Jan Bon, wat moeten we doen? En Jan Bon, we gaan toch niet blussen als dat vliegtuig nog niet neergestort is, zeker? Ben wij zult gewoon de definitie van neerstorten veranderen? Magie de Blok heeft de stokparachute strategisch vernietigd. Con de Rousseau die laat gewoon zijn buikspieren zien. Wouter Beek die gooit gewoon oudere mensen uit dat vliegtuig om zijn eigen veld redden, helemaal van achter. Drie koningen. Hilde Krevit springt gewoon uit dat raam. Premier Wilmes geeft nog altijd 6 uur lang die haar powerpoint, helemaal in het begin. Helemaal van achter Christophe Calvo. Ik in paniek, ik bel naar ons moeder. Mama, we gaan neerstorten, wat moeten we doen? En ons moeder: à la folie! Dames en heren, ik vond 2020 een heftig jaar. Zo heftig dat ik bijna spijt had dat ik in deze tijd een dochter op de wereld heb gezet. 2020, dat was een kutjaar. En je mag dat zeggen. Dat doet deugd, want dat is ook. Maar we moeten proberen niet alleen de ellende te onthouden. Hoe naïef dat ook klinkt, hè? Want 2020, dat was niet alleen het jaar van de corona en van de miserie. 2020, dat was ook het jaar van de bommas die mondmaskers hebben zitten maken. 2020 was het jaar van de leerkrachten die heel hun leermethodiek hebben moeten omgooien. Dit was het jaar van het zorgpersoneel die uit recup en vakantie zijn gekomen om te helpen. Dit was het jaar van de studenten die een stuk van hun jeugd hebben opgegeven om de oudere generatie te helpen. Dit was het jaar van de winkelbediendes, van de chauffeurs, van de thuiswerkers, van de afvalophalers, van de flikken, van de brandweer, van het leger, van het kuispersoneel, van de ambulanciers. Dit was ook het jaar van de pakjesbezorgers die mij meer in mijn onderbroek hebben gezien dan mijn vrouw. Dit was het jaar van het volk, dames en heren. Ze zeggen heel vaak, in nood kent men zijn vrienden, maar in nood kent men ook zijn volk. En bij dit volk, dames en heren, bij jullie, laat ik mijn dochter met veel plezier achter. Dank jullie wel.